Hier is hij dan, het nieuwste vlaggenschip van Samsung, de Galaxy Note 8. Los kost hij je 1000 euro. Veel geld waar je andere leuke dingen mee kunt doen. Is de Note 8 het waard? Hij is behoorlijk kwetsbaar, maar daarover later meer. Ons lab is momenteel druk bezig met het uitgebreid testen van de Note 8 en de valtesten zijn al uitgevoerd. Jammer genoeg heeft hij de valtest niet goed doorstaan. Zowel de achterkant als de voorkant hebben het niet gehaald. Binnenkort volgt meer informatie op onze website. Net als de voorgaande Note's bevat de Note 8 een S-Pen. Zo'n pennetje is behoorlijk uniek voor een smartphone. Met de S-Pen kun je niet alleen schrijven in plaats van typen, maar andere dingen zoals slim selecteren, vertalen en omrekenen. De Note 8 heeft een dubbele lens op de achterkant zitten. De twee lenzen maken het mogelijk om foto's met diepte mee te maken. Hoewel het niet perfect werkt, is het een erg leuke optie die ik persoonlijk graag gebruik. Ook heb je de dubbele opname-optie waarmee je tegelijkertijd een in- en uitgezoomde foto maakt. Als je vaak meerdere apps tegelijk gebruikt, dan vind je de app per functie waarschijnlijk wel interessant. Hiermee open je twee apps tegelijkertijd en dat kan best handig zijn op het grote scherm. Hoewel de Note 8 duidelijk een toptoestel is, draait het nog niet op de laatste versie van Android. Hij draait op versie 7, terwijl versie 8 al beschikbaar is. Samsung wil versie 8 zo snel mogelijk uitbrengen, maar ze noemen geen concrete datum. De batterijduur is goed, maar wel wat minder dan die van de Galaxy S7 Edge, de S8 Plus en de Note 7. De batterij van die toestellen is dan ook net wat groter. Maar ja, de Note 7 met grotere accu is uiteindelijk wel van de markt gehaald. Mogelijk is er voor de Note 8 voor een kleinere accu gekozen om het zekere voor het onzekere te nemen. Maar dat is gissen. Wij hebben de Dual SIM versie gekocht en Samsung noemt dat Duals. Samsung laat ons ook weten dat Nederlandse retailers en providers zelf kiezen of ze de Dual SIM versie van de Note 8 aanbieden of gewoon de normale versie. Let er dus op bij de aanschaf. En in het SIM kaarthoudertje kun je ook een extra geheugenkaartje kwijt voor meer opslag. Je kent misschien de persoonlijke assistenten Siri, Cortana en Alexa, Samsung komt nu met Bixby. Bixby start je op met zijn speciale knop, alleen hij spreekt alleen Engels en Koreaans. Dat is niet zo handig en je kunt hem heel makkelijk per ongeluk opstarten door de knop eventjes aan te raken. Samsung is zich hier ook van bewust en heeft instellingen van Bixby toegevoegd via een update waardoor je de gevoeligheid kan aanpassen. De Note 8 lijkt veel op de Galaxy S8 Plus, die bij enkele winkels al te koop is voor 700 euro. En de Note 8 kost je 300 euro meer. En hij verschilt dan ook van de S8 Plus. Naast de S-Pen en de dubbele lens zijn de belangrijkste verschillen 6GB aan werkgeheugen, wat zorgt voor een soepelere multitasking. En een groter scherm van 6,3 inch. Dus 0,1 inch groter dan de S8 Plus. Conclusie: Het is een prachtig toestel, maar door Samsung's eigen Galaxy S8 Plus. Prijzen zich een beetje uit de markt. Wanneer je het beste zoekt wat Samsung te bieden heeft, of echt niet zonder de S-Pen en dubbele camera kan, koop je toch de Note 8. Als je het kunt betalen natuurlijk. Maar wees wel zuinig op je aanschaf en laat hem vooral niet vallen. Heb je nog vragen of tips? Laat het weten onder de video of op community.consumentenbond.nl en kijk op consumentenbond.nl slash smartphone voor nog veel meer informatie over smartphones.